Hallo mensen van GamesTel, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zitten we op de iMine server. En dat zijn een paar dingetjes die ik even wil laten zien. Ik heb een paard gekregen van Timmy. Oh, wat lief. Tijdens een livestream was het een beetje een gedoe voor Dead Games. Daar heb ik besloten om hem niet te doden, omdat het was een beetje zielig voor hem. Want hij was al een paar keer dood gegaan. Toen dacht ik van, nee, dat is niet lief. We moeten gewoon vrienden blijven met z'n allen. Dus het was niet de juiste tijd om hem te doden in de livestream op dat moment. Dus, en toen heb ik hem nog wat gold gegeven om hem wel op te vrolijken. En nu heb ik een paard teruggekregen, wat lief. We gaan vandaag ook de Guardian nummer 2 lezen. Die is namelijk al geleverd aan het begin van mijn netherportal, tunnel-achtig iets. Ik heb wat verder gewerkt aan de mine, dat gaan we zo meteen laten zien. Maar eerst ga ik jullie wat laten zien van... dit kan trouwens wel allemaal weg gewoon. Eerst ga ik jullie wat laten zien van de video die ik samen met... Timmy heb opgenomen. Nee, maker Tim. Timmy niet. Maker Tim. Ik hou die altijd door elkaar. Echt. Oh, Tommy toch. Nee, met maker Tim hebben we samen een video opgenomen. We gaan ook dit eventjes nog, in de laatste dingetjes nog eventjes in de nether. Of in de nether. What the fuck, Tommy? Wat wil je allemaal? Nee, de laatste dingetjes gaan we nog eventjes in de chest room plaatsen. Want dat hebben we ook al een heel groot deel ingedeeld. Maar ik ga jullie wat dingetjes laten zien dus van de video van mij en Timmy. Het zijn er wat knipjes ervan. Als je de hele video wil zien, dan moet je naar zijn kanaal toe gaan. Link in de beschrijving, of course. Waarschijnlijk, als ik eraan denk, zit ook een beschrijving of een link naar de video van hem. Zit dan ook in de beschrijving. Als het goed is. We gaan... Efficiency, ik heb Power 1. Het boek hebben we toch nooit nodig. Die gaan we hierboven indouwen. Daar komen allemaal de Enchanted Books. Nice. Oké, dus ik ga hier nog eventjes een beetje verder indelen en dat soort dingetjes. En dan zie ik jullie zo weer na dat videootje. En dan gaan we verder met de Guardian. En dan ga ik jullie laten zien wat ik al heb gedaan in de mine. Dus tot zo! En hallo allemaal en welkom bij een nieuwe episode van iMine. Ik ben vandaag hier met... Kingo is net gejoined! Met mij! Kingo. Games XL, Tommy. Wacht even. Hier, heb een armor stand. Oh, die heb ik nog niet. Speaking about Kingo. Ik was vandaag live. En hij heeft echt mijn hele base volgestout met van die fucking armor stands met een iron helm erop, weet je wel. Echt, ja, zo. Alleen dan met de iron helm en mijn hele base staat vol. Ik denk 30, 40 van die dingen. Hij verveelde zich op zich, of zo, ik weet niet, maar hij was een troll in de Invis Potion, echt helemaal beest aan het volgen. Ik ben hier vandaag dus met Tommy. Ja, dat was ook leuk. Ja! Ja, en we gaan jouw statue bouwen, dus ik ga jou vriendelijk verzoeken. Ik hoef het niet eens te verzoeken, ik wou zeggen, trek uw kleren uit, so maar... smart. Ja, ik geef me helemaal bloot voor je, wat? awkward. Dus, we gaan dus jouw statue bouwen. Ik heb hier in de stijl van Good Boulder Fists en statues probeer ik ieder iMiner op volgorde na te maken. En het is super vet. Ik, voor de mensen van mijn kanaal kant, ik neem dit ook op. Alleen ik doe allemaal kleine stukjes. En als je het geheel wilt zien, dan moet je maar gewoon naar het kanaal van Tim gaan. Video link zal waarschijnlijk in de beschrijving staan. Yay. En dan kan je het hele video kan je dan kijken. Dus met mijn schoenen. Nou, we beginnen alleen met de schoenen, dus... Ja, ik zeg dat is gewoon grey wool. Eerlijk, zullen we alles delen? Ik heb al grey wool inderdaad, alsjeblieft. Zo? Eerlijk, dus. Zullen we alles delen? Nou, nee! Ik een beetje meer dan jou. Oh. Ja. Eerlijk, zullen we alles delen, maar toch is alles van mij. Wat? Je hebt shears. Oh, ja, ik ben helemaal niet gewend. Doe het in je tweede hand. Niet dat het ook maar enig zin heeft, want je kan daar nooit meer slopen. Maar alsnog. Het is just zodat het eruit ziet alsof ik nog iets nuttigs doe. Ja, dat kun je niet vergeten. Nee, kijk. En nu ben ik al helemaal een baas. Oh, als jij, dat kan ik. Als jij... Nee, kijk, ik ben... ik zie jou helemaal zo van blauw zo. Oh, dat is ook dat kleurblauw net als jouw naam. Dus jij hebt dat ook. Oh, wat sexy! Ik vind deze kleur echt super mooi. Ik zag mijn kat ook dezelfde kleur hebben. Wat? Ja, dat klopt. Zelfde kleur naam. Echt van, wat? Snoeper, hoe kom je in die kleuren? Toen zei hij, miauw.
Ik denk dat we dan die onderste gewoon nog steeds bol moeten maken. Dat is prima, dan doen we dat. Anders is het net iets te, denk ik. Anders is het een beetje te boyband. Ja, zo van... Nee! Oh. Ja, niet iedereen kan dat trucje. Hi! en dan moeten we een baard maken. Wat dacht je van de eerste achterkant van je shirt? Okay. Ik heb het in helemaal geen baard of zo, hè, maar het is gewoon lachen. Dus, hoe de fuck zou dit doen? Heb je skin eigenlijk zelf gemaakt? Ja, ik heb mijn skin zelf gemaakt, maar dat is echt al heel lang geleden. Ik heb mijn skin serieus ook gemaakt. Ik ben gewoon niet echt blond, maar ik had zoiets van, bruin. Okay. Gewoon alles wat je niet bent, dan, dat zit in je skin. Ja. Mannelijk en vertrouwelijk en... Oh. Hey! Okay, ouder, hè? Zie je, dat bevestigt alleen maar mijn punt. Dus dat is... Heb je maar 4 breed? Ja. Kijk maar naar het Kingo. Kijk hoe lang dat... Hoe breed dat het hoofd van... Kaas is. Ja, dit is... Oh, wacht. Sorry. 4 diep. Andersom 3D. Oh, maar 4 diep, dat is op zich... dat kan ik niet zien. Je pak je inventory open en dan kijk je aan de zijkant. Oh mijn god, je bent zo slim. Het schijnt dat ik er een paar heb gebouwd. But. Ik vind dit toch leuk. ik denk dat wel mogelijk is, eerlijk gezegd. Ik probeer mijn zijkant te zien. En dan like that. Maar je hebt maar 2, hè? Ik bedoel, je hebt niet heel veel detail hiervoor. Nee, en dan zo gewoon. Oké. Okay. Ik denk, want dan moet een soort van oor voor. Oh, maar oren, die steken uit. 11. Ja, maar die van mij niet. Jawel. Oren steken uit. Okay, maar dan... Nooit opgevallen? Ik weet niet of dat dan mooi is dat we dat zo doen. Dat zien we straks wel. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Ik heb hele kleine oortjes trouwens. Deze moet gewoon zo zijn, want dat is het einde van baard. Ah. En dat is 1 pixel oor. En die kunnen er dan wel 2 van maken op zich. Zien we straks wel. Toch? Ja, inderdaad. Kom boven, jongen. Ja? Niet zo letterlijk. Wat is er, Johan? Niet zo letterlijk. Dus, jij hebt gedaan. Zo, het is lekker druk. Ja, we hebben spitsuur vandaag. Niet dat ik het vervelend vind, maar alsnog. Dat is gezellig. Het mocht gezegd worden. Inderdaad. Zo. En dan deze zo. En het zo. I'm so done. Friendly. Oké, dat is lekker makkelijk. Daar hou ik van. But you already know. Oké, en welkom terug. Ik dump het even allemaal hierin. Dit kan ik natuurlijk gewoon zo knippen en dan het video laten zien. Maar dat is van tevoren al opgenomen. Maar dit is eigenlijk best wel even een beetje denken voor de chestroom. Hoe de fuck gaan we dat in elkaar zetten? Zit ik altijd te denken. Dus dat is een beetje lastig. Dus daar moet ik eventjes goed voor gaan zitten. Wat we nu gaan doen is de Guardian erbij pakken. Ik heb gevraagd aan jullie of jullie het aan het einde van de video willen zien. En sommigen zeiden dat het misschien leuker is om het in het midden of in het begin zelfs van de video te laten zien. Dus dat gaan we doen. We gaan eerst eventjes de Guardian lezen voordat we verder gaan met wat ik ook wil gaan doen. Even kijken. We gaan erheen en dan... ik heb heel weinig eten zie ik nu. We moeten dadelijk even wat koeien slachten voor wat eten. Oké, sorry, dat moest gewoon eventjes. We gaan vandaag ook nog een klein beetje dus werken aan de mine. We gaan het huisje in de mine maken. Het minershuisje. En dat is dus ook meteen het... de weg naar mijn bulk storage, dus waar ik al mijn al mijn cobblestone, mijn stone en mijn dirt ga opslaan. Want dat heb ik altijd heel veel daarvan, als ik ondergronds ook ga werken bijvoorbeeld. Dus al het stone related heb ik ook in mijn gewone chestroom, maar ook een grote aantallen dan in de chestroom in mijn mine. Het is nog steeds mijn donatie... gang. We hebben een donatie gekregen van 10 euro tijdens een livestream van gisteren. Dat is nu niet meer gisteren, want ik upload dit pas later in de week, maar ik neem het op een maandag. Van 10 euro en 18 cent in één keer. Dus dat was een Iron Sword. Voor de mensen die denken, what the fuck? Dat staat in, bij mijn Twitch staat onder wat is. Ik wil daar niet te lang over doorgaan. Maar dit is dus de Guardian nummer 2. We gaan hem verpakken
En we gaan even terug naar mijn huisje. En daar gaan we hem lezen. Bij Snoeper. Ik ga hem aan Snoeper voorlezen. Dat ga ik doen. Snoeper is een lieve kat. Dus die verdient dat wel. Dus we gaan hem aan Snoeper voorlezen. Dat gaan we doen. En dan gaan we aan mijn mind verder werken. Dus waar ik offscreen gewoon een beetje aan gewerkt heb. Omdat het... ik had er zin in. Ik ga ook wat dingetjes voortaan offscreen doen. We hebben ook in de livestream een klein beetje gewerkt aan het pad. Dus dat gaan we ook eventjes laten zien wat we daarvan gedaan hebben. Maar dat soort dingetjes, weet je wel, dat kan ik offscreen ook wel af en toe eens doen. En dan dat ik jullie kan laten zien. Kijk, dit heb ik gedaan. Ik doe niet niks zomaar. Ik ben ook best wel iemand die... iets doet of zo. Is dat logisch? Nee, is niet logisch. Maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan eerst denk ik eventjes wat koeien slagen. Anders ga ik daar echt gewoon geen eten meer hebben. Uh-oh, spaghetti-o. Ja, ik denk dat we eerst eventjes koetjes moeten slachten. Dat gaan we dus eerst even doen. Maar mijn zwaard heb ik al opgeboren, dacht ik. Hebben wij hier ook al... Ik heb ook al het goed zeker weggedaan. Of zit er hier nog in? Oeh, hier zit al goed in. Oké, dus dan gaan we hier eerst nog even wat breeden. Zo. En dan gaan we koeien slaken. Mooi. Oké, nou. Zo. Jullie zijn allemaal heel blij. Oké. Oh, dat geluid alleen al. Daar word je zo gek van, hè. Ik kan trouwens ook gewoon echt serieus iets doen met de Guardians. Dat we dat ergens opslaan of zo in een... Misschien in een van de huisjes. Dat we een van de villager huisjes gewoon als opslag voor dit kunnen maken. Dat we daar gewoon een paar chests wegzetten. En dat we daar dan de Guardians in verzamelen. Dat is misschien wel leuk. Ik denk dat dat echt een heel goed idee zou zijn. Dus dat gaan we doen. In een van de huisjes van de village. Want dit wordt namelijk één grote village. Mijn storage... Of mijn dingetje. Moeilijk hè, praten? Ja, is hartstikke moeilijk. Maar voor de mensen die dat nog niet weten of zo. Volgens mij episode 16 was het een planningsepisode. Heb ik een hele hoop uitgelegd wat mijn idee zou zijn van dit allemaal, zeg maar. Van de hele bos hier. En dan zijn we flink al op weg. We zijn ook lang niet klaar. Maar we hebben al wel heel hoop gedaan. Dus dat is wel super vet. Nou, we gaan even fixen dat we wat eten hebben. En daarna gaan we dus de Guardian lezen bij Snoeper. Zo. Oh, what the fuck? Sprongen ze nou allemaal omhoog? Ze springen allemaal omhoog? Oh, wow. I didn't know that. Awesome. Ik vind het nu wel jammer dat je niet meer kan spam klikken. Dat zou nu echt awesome geweest zijn, maar... Of kan het hierin wel? Nee, volgens mij niet. Nou ja, jammer dan. Oh, de looting sword is ook echt awesome. Daar krijgen we zoveel eten van de hele tijd. Oeh, bijna anderhalf stack al. Zo, hoeveel koeien hebben we nog? We hebben nog een aantal koeien. De rest die breeden we allemaal wel een keer weer. Zo, jij ook. Ja, dat vind ik wel genoeg om over te houden. Daar kunnen we nog best wel makkelijk mee breeden. En dan gaan we hier eventjes snel... Oh, ik had hier trouwens ook nog wat... Ja, zie je wel. Baked potatoes. Ja, weet je wat? Dat doen we straks wel ergens in. Die zou ik nu eventjes van nu even hierin douwen. En dan hebben we de baked potatoes als... eten. Dus dat is wel nice. We gaan naar Snoeper toe. Snoeper! Ik kom eraan hoor, Snoeper. Ik kom eraan. Ik wil ook gewoon een huis maken voor Snoeper. Of zullen we dat niet doen? Dat hij gewoon bij ons in het huis blijft leven. Kijk dit trouwens. Die is nu ook lichtblauw. Net als mijn eigen naam. Tap. Zie je? Dat is dezelfde kleur. Awesome! Oké, Snoeper. Ben je klaar voor? Ja! Zie je wel. Ze miauwde. Dus, of hij. Is het een hij of een zij? I don't know. The Guardian. Ik drukte product ergens op waar ik niet op moest drukken. Oké, The Guardian. 12. Snapshot. iMine is geüpdate naar 15W43D. Snapshot. Inderdaad. We kunnen nu eindelijk gebruik maken van de nieuwe 1.9 features. Zoals dual wielding, nieuwe sword mechanics, schilden en de nieuwe end en nog veel meer. We zullen jammer genoeg moeten wachten met het bezoek van de end. Op een gegeven moment samen zullen doen. Omdat we dit... Oké, ik snap hem. Ik zat een beetje raar met mijn gedachten. We zullen dan voor de tweede keer de draak doden en vervolgens de nieuwe eilanden bezoeken die bereikbaar zijn via de End Gateways. Ook hebben we op de eilanden toegang tot nieuwe blokken zoals de Purple Blocks en de End Rods. De Path
en de Endstone Bricks zijn er momenteel al te verkrijgen door je shovel te gebruiken en de andere door te craften. Ja, inderdaad. Work in progress. Tim's nieuwe gold shop is geïnfecteerd door een vreemd virus. Overal staan signs met betekenissen voor de afkorting WIP. Zoals wil iemand poep of wafel is prima. Lol, what the fuck? Work in progress misschien? I don't know. De vraag is natuurlijk wie achter deze misdaad zit. Zijn het de beruchte ninjas of is het gewoon een gemeen individu? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Aww. Red is dead. Aww. Zoals beloofd is de vorige nummer zou er een follow-up komen van de samenzwering van het team rood in de Iman UC. Oh ja. Na een grondige analyse van de UHC-data is men van de Guardian-reactie tot de conclusie gekomen dat het rode team in 4 van de 5 gevallen gewonnen heeft. Een ander belangrijk gegeven is dat Beer tot nu toe 3 van de 5 UHC's gewonnen heeft. En 2 van die 3 overwinningen zat er in het rode team. Matthias, volgens mij verberg je iets. Een mop. Er was eens een man die op vakantie naar Egypte ging. Aldaar had hij zin om een eindje op een kameel te gaan rijden. Een lokale bewoner gaf hem instructies om de kameel te besturen. Phew, dat was het. Phew was het commando om hem te laten lopen en Amo was het commando om hem te laten stoppen. Dus de man stapte op de kameel en zei phew en de kameel begon met lopen. Enige tijd later zag de man een ravijn en in de verte. Stop, zei hij. De kameel liep gewoon door. Stop, krijs hij uit. Toen hij zag dat hij einde nabij was, begon hij te bidden. Amen. Eindigde hij het gebed en een meter voor de afgrond de kameel stopte toen. Nee, amen. Eindigde hij het gebed een meter voor de afgrond. De kameel stopte toen. De man slaakte een zucht van opluchting. Phew. Met andere woorden, are zo. Plop. Terug de vijand in. Nou ja, dat was weer een genoegen om dit te schrijven. Aangezien Tommy altijd The Guardian voorleest, moet je dit ook voorlezen. Subscribe op Tom's kanaal. Oh no, you got me, no. Nice. Nee, iedereen natuurlijk altijd subscriben op alle andere Nethercrackers. Toch, Snoeper? Ja, toch? Heb je honger? Oh, we gaan even wat eten voor je pakken. Oké? Okay? Nee, maar ik heb altijd linkjes van alle Nethercrackers, zou ik zeggen. Wow, dat is lang geleden. Alle iMiners, sorry. Ik heb nu iedereen heel erg beledigd. Misschien dat ik nu van de whitelist af word gekikt. Nee, just kidding. Maar we gaan dus... ik heb altijd linkjes van iedereen in de beschrijving. En als je benieuwd bent naar hun... Sowieso eventjes klikken op hun kanaal. En even kijken, als je het leuk vindt... Vergeet dan natuurlijk niet om te abonneren. Abonneer natuurlijk ook even op Tom dus. De maker van The Guardian. Is wel lachen. En wij gaan Snoeper eventjes eten geven. Alsjeblieft. Mwah. Zo, die heeft eten. Af en toe is ze honger, hè? Is ze honger? Tommy, what the fuck? Ik weet niet wat er vandaag aan de hand is, maar praten lukt vandaag niet. Maar af en toe heeft ze honger en dan moeten we er natuurlijk eten geven. Maar we hebben dus een klein beetje hier aan verder gewerkt tijdens een livestream. We hebben hier het pad wat verder weggemaakt en hier ook al een klein deel. We hebben hier ook al een beetje groen gemaakt, zeg maar, wat bomen geplant. En dit is... Voor nu de mine. Ook een beetje overgroeid zoals jullie zien. Hier moet misschien nog een boom komen te staan. Ik denk dat dat wel mooi is. Hier de wortel van de boom. Die komt zo'n beetje naar beneden toe. En dit is van tot nu toe de mine. Overal staan wat iron en dat soort dingetjes. En hier zijn ze pas echt met de mine begonnen. En dat zie je ook wel door de support beams. En ja, hier en daar is nog wel wat groen. Want dat is nog gewoon... Ja, het was het helemaal groen, zeg maar. Dit was gewoon echt een hele grote cave. Net zoals de cave bij mijn... hoe heet dat? Bij mijn chest room. Dit is trouwens gewoon storyline-achtig iets, hoor. Hier moeten we oppassen. Want het is instortingsgevaar. Het is gewoon een beetje fantasie. Dat is altijd leuk als ik iets bouw. En het heeft, zeg maar, een soort van verhaal. Dat vind ik altijd leuk. Nou, hier zijn ze net diamonds tegengekomen. Oh mijn god, wat een geluk heeft deze village toch. En hier komt de... hier komt een van de village huisjes, de miner huis. En hier gaan we dan naar beneden toe, naar mijn bulk storage. Dus voor al mijn cobblestone, al mijn smoothstone, al mijn dirt en dat soort dingetjes. Dit was nog, die had ik nog nodig om hier een beetje alles te prettifyen. Ik vind het hier nog wel een beetje open, dus hier moet nog een boom komen. Want het moet eigenlijk net als dit gewoon dicht zijn. Toortjes heb ik op hout gezet, zodat het net lijkt alsof ze dat zelf geplaatst hebben.
Alsof de miners dat zelf geplaatst hebben, zeg maar. Ik vind het best wel een vette mine eigenlijk. Zeker als ik hier zo heen kijk, als ik dit zo zie. Ik vind het echt zo'n vet shot gewoon. Speaking about vet shot. Bam! Laten we er even een paar maken. Zo en zo. We kunnen altijd kijken welke dat ik voor mijn thumbnail ga gebruiken. Oh yeah. We gaan hier een beetje aan verder werken. Sorry guys, dit is een beetje een praat-episode vandaag. En jullie hebben gezien hoe ik samen met Tim mijn standbeeld gemaakt heb voor een deel. Maar goed, het is een beetje een praat-episode. Dat moet af en toe ook een keer gebeuren, heb ik zoiets van... Ja, af en toe moet dat gewoon een keertje. Nou, we gaan in ieder geval wat spruce pakken. Dat gaan we nodig hebben. We gaan wat birch pakken, dat gaan we ook zeker nodig hebben. Wel wat meer dan één stack, dat weet ik zeker. Misschien dit, dat is misschien wel mooi. Misschien wat leaves. Gaan we leaves nog nodig? We gaan misschien nog wel wat meer leaves nodig hebben, inderdaad. Dus dat gaan we ook maar gewoon meenemen voor zekerheid. Laten we gewoon een stack meenemen omdat we het hebben. Wat nog meer? Op zich is dat het toch wel voor een groot deel. Nou, we gaan even kijken. We moeten ook nog steeds mijn huis afmaken. Maar ik denk dat ik dan een keer een livestream ga doen. Dat we decoratie helemaal mooi maken, het huis. Qua decoratie en zo. Misschien is dat leuk om in een livestream te doen. I don't know. Ik heb vandaag trouwens vrij van stage voor een legit reden. En morgen moet ik eventjes naar school toe. Dus ik ben 2 dagen eigenlijk een beetje vrij van stage. Dus ik ga 2 dagen ook serieus opnemen. Zodat we genoeg video's hebben. Dus dat is wel awesome. Ik wil eigenlijk hier beginnen met het huisje. Is dat een goeie? Of gaat dat dan echt net iets te ver naar voren komen? Ik denk dat net iets te ver naar voren gaat komen. Dus we gaan hem eentje verder naar achter brengen. Misschien zelfs hier, dat hij hier pas begint. Ik denk dat ik daar blijer om ben. Dat als hij daar begint, dan... Ja, dat doen we. We gaan hem hier laten beginnen. Het wordt echt een heel klein, simpel huisje. Maar gewoon dat er een huisje is, zeg maar. Dat is gewoon de bedoeling. We gaan hier wel een crafting bench al inzetten. En we maken wat stairs. Misschien nog wel eentje meer of twee zo. 2 kliks bedoel ik dan. Nou, dan gaan we wat stairs maken. In dezelfde... Het moet allemaal wel dezelfde... hoe moet ik dat zeggen? Dezelfde stijl hebben als mijn andere huisjes. Dus... dat vind ik eigenlijk al best wel goed eruit zien. Misschien dat we dit gewoon zo doen trouwens. Dat we hier een soort van... raam hebben. Ja, dat is op zich wel nice. Dat is op zich wel nice. En dan hier... wil ik eigenlijk gewoon zoiets. Een soort van dakachtig iets. Ziet dat er niet uit? Dat ziet er eigenlijk niet uit, hè? Nee, dat ziet er niet uit. Dus dat gaan we niet doen. ik heb geen smoothstone bij, dus we moeten het nu met cobblestone opvullen. Dat is op zich niet heel erg. Dat kunnen we nog wel een keer aanpassen dan. En dan denk ik dat hier het huisje... aan deze kant eindigt. 2 diep zo. Dat was op zich wel een goede. Het wordt echt een heel simpel huisje. Maar gewoon dat er iets staat, zeg maar. Waar we in kunnen. Waar we waar we dan via een gang naar beneden toe kunnen. Voor alles wat we nodig hebben. Laten we even mijn Silk Touch pickaxe gebruiken trouwens. Dat is misschien wat makkelijker voor alles. Zo. Oh, damn it. Ja, ik denk dat dat wel goed is. Misschien dat we hem zo doen. Als ik hem hier plaats, hè. Zo. En dan dit eigenlijk gewoon zo doen. Dat ziet er best wel leuk uit. Dat vind ik op zich best wel vet. We kunnen hier natuurlijk, moeten we het ook allemaal nog mooi maken. Ik denk dat we dit ook gewoon met stairs gaan doen. Oh, daar kan ik natuurlijk niet doorheen. Want er staat een... een fence. Zo, met stairs. Laten we deze eventjes snel weghakken. Dan kunnen we deze er weg zetten en dan kunnen we hem terugplaatsen. Ja, dat vind ik nice. Dat vind ik best wel goed uitzien zo. We kunnen hier dan gewoon normaal perch wegzetten. Oh, yeah. Nice. Nice, nice, nice. En dan kunnen we hier... een gang erheen maken. Een gang naar beneden toe maken of zo.
een 2x2 of zoiets, misschien. Gewoon een kleine gang. Dat ik hier naar beneden toe kan voor mijn bulk storage dan. Dat vind ik op zich wel een goede. En dan kunnen we hier natuurlijk... we maken hier wel gewoon smoothstone en cobblestone vloer van. Omdat het wel een minershuisje is. We gaan hier ook wat details in toevoegen, denk ik. Gewoon zo van een chest waar je je pickaxes kan pakken. En een chest met ores en dat soort dingetjes. Ik denk dat dat wel een goede is. Oh, dit is wel vet. Ik denk dat ik dit ook zo open laat. Dat is gewoon... Ja, het geeft gewoon wel een nice gevoel. Ik ga nog één dingetje proberen. Dat is eventjes hier de crafting bench. Ga ik hier wegzetten. Dan kunnen we die daar ook mooi laten staan meteen. Ik zet even het torch hier weg. Want anders dan is het misschien net iets te donker. Is dit mooi? Ik denk niet dat het mooi is om die hier ook te hebben. Ik denk dat die zo in de hoeken wel mooi is. Dus in de hoeken houden we hem. Ja, dat vind ik wel vet. En dan doen we dit gewoon. Of zullen we het gewoon zo doen? Gewoon... dit als detail toevoegen. Even kijken. Zo. Oh, dat ziet er best wel vet uit. Hey, hey. Dat vind ik er best wel vet uitzien. En dit kan dan weg. En dan... maybe dit? Nee, dat vind ik net niks eigenlijk. Dan vind ik het gewoon niet mooi. Nee, ik vind dat vind ik op zich decent. Maar misschien moeten we het gewoon zo doen. Misschien moeten we gewoon één dingetje doen voor detail en that's it. Dan kunnen we een soort van tafeltje van maken. Een hoog tafeltje, maar dat maakt niet uit. Ja, dat vind ik op zich wel vet. Dat doen we. Hebben we hier nog... Nee, dat hebben we dus niet meer. Aha. Oké, we gaan hier wel even een chest maken. Zo. Want in die chest komt namelijk... Ik wil een beetje van spruce wood. En in die chest komt namelijk gewoon... hoe heet dat? Die pickaxes en zo. En we gaan hier ook meteen even de torch houder maken, om zo maar te zeggen. Dus gewoon een stair. Dat gebruik ik gewoon als de torches, voor de torches. Ik kan dan hier mooi plaatsen. Dat is... dat is op zich wel goed. Dan kunnen we hier ook wel een... Even snel een pickaxe heb ik even nodig. Of een cobblestone heb ik deze pickaxe voor nodig. Ik weet echt niet wat ik allemaal aan het lullen ben vandaag. Het is een beetje... Ik weet niet. Zit te veel in mijn hoofd of zo? I don't know. Oké, heb ik genoeg? Ja, ik heb genoeg voor een furnace. Dus dat gaan we eventjes maken. Zo, het is wel een lange video vandaag, dat wel. Maar dat maakt niet uit, vinden jullie leuk. Dus, cadeautje ontvangen? Ja, zeker. Thanks. Awesome. En de furnace, die zetten we hier weg. Ja, dan doen we hier eventjes een... Zoiets boven? Ja, dat is op zich wel goed. Misschien eentje hoger. Dan kunnen we hier namelijk... Een of ander bloemetje opzet of zo, whatever. Kunnen we dan een pickaxe in doen. Zo. Een pickaxe voor de miners. En hier en daar wat torches. Zo. Die hebben genoeg torches voor nu. We maken nog een extra pickaxe. En ik denk dat we ook meteen een shovel maken voor ze. Zo, echt, dit is echt gewoon de resources van de miners. Oh, awesome. Was zo'n pain in the ass, je hebt één van de... Wauw, dat was de paard die ons gegeven heeft. Oh, ik vind het echt super vet eruit zien, guys. Oké, voor de finishing touches gaan we nog eventjes zo doen. Eventjes nog een... Bam! Nah. Dan denk ik toch dat die eentje naar binnen moet. Ja, dat vind ik veel verder eruit zien. Ik heb nu twee dezelfde kopalen. Ik weet de tas nog niet eens. Oh, nice. Ik vind dit er echt vet uitzien, guys. Ik vind het er best wel leuk uitzien.
En als we zo naar binnen gaan, dan is het echt gewoon, ja, het is het minershuisje. Dit kunnen we misschien nog wel vervangen met stone of zo. I don't know. En dit wordt dan, ja, het pad naar mijn storage voor al mijn coal, of coal zeg ik de hele tijd. Cobblestone, dat soort dingetjes. Ik vind het er leuk uitzien, guys. Ik denk dat het er hartstikke leuk uitzien. Vonden jullie de video leuk van vandaag? Vergeet dan natuurlijk niet om eventjes een blauw duimpje achter te laten. Abonneer je voor mijn kanaal voor veel en veel meer. En dan zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken, guys. En tot de volgende keer. Doei!